Zo. Wat hebben we vandaag? Een leuke oude cassette recorder van Philips. Ik ruim ook wel eens een keer wat op. En ik kwam deze tegen. Dus die is van mezelf geweest. Heb ik ooit een keer in de kast gezet. En daar heeft hij dan vervolgens een hele lange tijd gestaan. En eens kijken of dat nog werkt. Ik ben bang dat een riempje kapot zal zijn in de tussentijd. Ja. Nee. Er zit nog een bandje in ook. Kenny Rogers. Oké. Okay. Dus gaan kijken. Die zo open moeten. Ja, ik zie het al. De riem is eraf. En dat gebeurt natuurlijk met dergelijke soort apparaten. Zolang de tijd niet gebruikt worden, dan droogt dit uit en dan worden ze of ze rekken heel erg ver uit, of ze breken spontaan. Dat zie ik trouwens ook wel. Best een hoop stof in zit. Maar ja, eerst maar eens kijken of dat we bij de riem kunnen komen. Dit ook eventjes eraf gehaald moet worden.
En daar is hij. Dit boelie. Eens even kijken of we een riem hebben in de maat. Nou, dat lijkt erop. Eens kijken of we daar iets mee kunnen. Ik denk dat ik hier ook nog onder dat klammetje van het motortje door moet. Ja. Zo ziet dat er in ieder geval wel uit. Schroefjes terug. Het snaartje van de teller ligt ook naast. Het is ook helemaal hard geworden. Eens kijken of we daar nog een vervangende voor kunnen vinden. Nou, eens kijken wat eens kijken of dat die al in beweging wil komen. Zo. Maar
kijken. Hey. Dat is al iets. Nou, eens kijken dat hij ook geluid heeft. Alleen vol vermogen krijg ik geluid. Dus er zou toch wel wat meer aan de hand zijn. Verbetering heeft. Ja, ik had nog wat anders gezien. Hier heb je de mono, hè. Dus een mono weergavekopje. En dit is dan het wiskopje. Waarmee dus een eerder gemaakte opname uitgewist kan worden. En dan met hem natuurlijk weer opnieuw opname kan komen. Nou, dat ding dat plakt. Ik heb al geprobeerd te reinigen. Maar het schijnt dat die na verloop van jaren op een gegeven moment ook... ja, hoe moet je dat zeggen? Vergaan of zo. Ja, het is wel plastic, alleen het kopje zelf is toch. Nou ja, in ieder geval. Ik heb wat onderdeeltjes hier. Die heb ik al jaren. Ik heb altijd alles wat ik op een gegeven moment gesloopt heb bewaard. Hier zit ook zo'n wiskop. Nou, die ziet er nog wel gewoon goed uit. En ik ben benieuwd dat die past hier. Dat die, ja, je zou zeggen van het is enigszins gestandaardiseerd, maar ja. Standaard, dat is iets, dat doen ze niet zo gauw aan, hè. Iedereen moet het wiel zelf uitvinden. Maar ik ben benieuwd. Dat zou op zich niet gek zijn. Het is ook de enige die ik nog heb hier tussen al de onderdeeltjes. Eens kijken of die gewoon... Zo. Erin zou passen. Nou, net niet eigenlijk. Omdat die laag die kan dikker is. De gaatjes zitten wel op de juiste plekken. Ik zal eens kijken wat ik hiermee kan doen. Zo, nou, ik heb dit passend gemaakt. Als je ziet, het raakt het bandje goed. Dan gaan we dus nou de draadjes omsolderen.
Zo. Ja, dat is vreemd, hè? Dat het zo plakkerig is. Nou, het hele gedeelte is gewoon vergaan eigenlijk. En trouwens ook een glijdepinnetje afgebroken zie je. Ja, dan zal je natuurlijk met zo'n cassette recorder dat je niet gauw iets op gaat nemen. Vroeger misschien wel voor kinderen om mee te spelen. Het heeft ook nog een ingebouwd microfoontje. Dus ja, kan toch wel zeggen mee te spelen is dat misschien hartstikke leuk geweest. Maar als je serieus iets op wilt nemen, zou je toch een andere cassette recorder moeten pakken. Ik zet het dek liever nog. Want dit ding is. Dat gaat niet goed. Dat is natuurlijk wel verkoeld. In het midden en met hier. Zo. Nou, het zit erin. Ik heb in de tussentijd, hier zit namelijk een mogelijkheid in voor een externe luidspreker. Het idee is dat als je de stekker erin steekt, dat dan de interne luidspreker automatisch uitgeschakeld wordt. Dat contactje was een beetje vervuild. Dat heb ik even een beetje schoongemaakt, een beetje contactspray gebruikt. En ik denk dat dat... de oplossing is vanwege voor het geluid, zeg maar. Zo, nou, veel langer kan ik hem niet laten spelen, want ja, je weet het, hè. YouTube gaat dan weer moeilijk lopen doen. In ieder geval, hij doet het weer. Dat is leuk. Dus wat heb ik ermee gedaan? Nieuwe riempjes ingezet. Dat wiskopje zeg maar vervangen. Niet dat het veel gebruikt zal worden, ik denk het niet. Het is natuurlijk op een gegeven moment gewoon ja, een verzamelding. Is gewoon leuk dat je het doet. Het zal niet intensief gebruikt worden. Maar ja, goed. Dus, is wel leuk, een stukje nostalgie zeg maar. Hè. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die zo'n ding nog nooit in het echt gezien hebben tegenwoordig. Hè. Een cassette recorder, wat is dat? Een platenspeler?
Is dat met die ronde zwarte schijfjes? Ja, dat is met die ronde zwarte schijfjes, ja. Dus, goed, we gaan hem in elkaar zetten. Zo, hier is hij dan. Hij is klaar. En even dit riempje opladen. Dat heb ik hier gelaten. Hier. Zo. En dan eens proberen. Mandje erin. Doet het prima. Nou, alsjeblieft. Terugspoelen. Vooruit spoelen. Dat was het Philips cassette recorder N2234. Is weer spelend, dus komt bij de verzameling. Ik geloof zelfs dat dit handvat eruit kan, of is het aan de andere kant? Ik weet het ook niet. Is het niet een handvat? Nee. Oh, wacht, hier. Dat zeg ik wel. Handvat. Je zou een batterij in kunnen doen, 6 stuks, dus dat is ook niet te weinig. Dus, dat was het.